Welkom bij de uitreiking van de KCNL Studenten Innovatieprijs 2019. Binnen de projecten van het KCNL komt er veel innovatie tot stand. Om dit te laten zien zijn we afgelopen jaar op zoek gegaan naar een drietal mbo- en hbo-projecten die echt impact hebben gemaakt. Vanuit de vele inzendingen zijn er 6 projecten genomineerd. De top 3 van het mbo en de top 3 van het hbo. Deze top 3's zijn door studenten uit het groene onderwijs middels interviews verwerkt in een filmpje die het innovatieve karakter van het project weergeeft. Deze filmpjes worden nu vol trots aan jullie gepresenteerd. De uiteindelijke winnaars zijn door een drietal deskundige juryleden uitgekozen en zullen per categorie worden bekendgemaakt. We beginnen met het mbo. De genomineerden zijn Edu Luppens van het Welland College met de staalkaarten voor Melco. Luca Jaken van Eres MBO met zijn beheerplan voor groene daken. En Jim, Jan-Pieter, Christian, Diederik en Jesse met de bewonerspaspoorten van Spoorwijk. College Amsterdam en ik heb de opleiding Urban Green Development. Dit zijn de staalkaarten. Dat is een tool voor bewoners en voor de projectontwikkelaars om geschikte oplossingen te kiezen die klimaatadaptief zijn voor een project of voor een wijk of voor een tuin. Deze staalkaarten die bestaan uit verschillende thema's, waaronder biodiversiteit, water, lucht of temperatuur. En op die staalkaarten staat dus beschreven wat het is voor toegepaste oplossing, welke voelbare effecten je kan beïnvloeden in het dagelijks leven en voor wie de staalkaarten oplossingen kunnen bieden, zoals voor de bewoners of voor de gemeente, en welke problemen of uitdagingen je ermee kunt aanpakken, zoals wateroverlast of hittestress. Bewoners en projectontwikkelaars kunnen met de staalkaarten samen op de tafel gaan zitten en dan kunnen ze al scrollend door de staalkaarten kunnen ze al klimaatadaptief gaan inrichten van een buitenruimte. Dus het is heel toegankelijk voor beide partijen om zo samen tot een mooi besluit te komen. Eerstejaarsstudenten Welland en in Holland die hebben de biodiversiteit gemonitord bij Melco Heilo. En die hebben die informatie doorgegeven aan mij. Daar heb ik staalkaarten van gemaakt. Ik heb die staalkaarten doorgegeven aan de derdejaars van het Welland. En die hebben er bewonerspaspoorten van gemaakt. En die bewonerspaspoorten die hebben zij uiteindelijk weer gepresenteerd aan de in Holland studenten. Ik vind dat de kaarten heel mooi zijn geworden en heel duidelijk, overzichtelijk. En ik denk dat de bewoners en projectontwikkelaars dat die daar ook heel gemakkelijk mee uit de voeten kunnen komen. Hallo, ik ben Luca en ik zit op het Eres MBO Almere en ik hou me bezig met groene daken. Volg me en dan lopen we naar het lokaal. Hallo, welkom in het lokaal. Hier zien jullie een groene wand. Ik ga jullie niets vertellen over de groene wand, maar iets over het groene dak dat ik heb aangelegd en over mijn onderhoudsplan die ik daarvoor gemaakt heb. Ik heb een plan gemaakt om het onderhoud van het dak en het aanleg van het dak in de theorie, zeg maar, te kijken hoe je het dak moet aanleggen en hoe het onderhouden moet worden. En in het plan staat
zeg maar het onderhoud, wanneer je het moet snoeien en wanneer je het onkruid moet wieden en hoe vaak dat moet gebeuren. En in de praktijk heb ik het aangelegd bij de dakdokters, zo heet dat bedrijf, in Amsterdam. Groene daken zijn belangrijk omdat groene daken zijn nu meer de toekomst voor in de binnenstad. Natuurlijk, de temperatuur is heel warm en een dak wordt 70 graden zeg maar, in de zomer als de zon erop schijnt. Met een groen dak wordt het 27 graden minimaal. Dan de watertoevoer zeg maar, richting de riolering en de planten nemen dan ook water op. En het trekt ook meer vlinders, bijen en meer insecten naar uw tuin toe. Ik vond het leuk om meegewerkt te hebben aan het aandacht van een groen dak. Omdat dit anders is van de werkzaamheden die ik zeg maar, normaal doe bij mijn eigen werk. En natuurlijk zie je meteen een resultaat en doe je dingen die je nooit eigenlijk zelf doet in je eigen werkzaamheden. Daarom is dit zeg maar, iets anders, waardoor je meer leert van de werkzaamheden die andere mensen doen in het groen. Ik ben Jesper. Hoi, ik ben Jim. Hi, ik ben Jan-Pieter. Hi, ik ben Erik. Wij zitten nu in het derde jaar van de opleiding Urban Green Development in Amsterdam aan het Welland College. En wij hebben in het eind van het tweede jaar een bewonerspaspoort gemaakt, Spoorwijk vooruit. Daarom hebben we gekeken hoe kunnen wij Spoorwijk veranderen in een gezonde, klimaatadaptieve wijk die ook nog eens goed is voor de bewoners. Eerst kreeg ik opdracht van de gemeente van wat hun wensen zouden waren. We hebben dus eerst gekeken, oké, wat voor cultuur heerst in deze wijk, wat voor mensen zijn het. Er was een problematiek natuurlijk. Toen hebben we gekeken hoe is de wijk opgebouwd en was de historie erachter. En tenslotte hebben we gekeken waar we deze toepassing gaan, elkaar deze oplossing gaan toepassen. En wat voor effect het zou zijn op de bewoners en op de gezondheid van de wijk. Ik heb vrij veel geleerd van dit proces. Voornamelijk om te kijken naar wat relevant is. Ik kijk bijvoorbeeld naar alle partijen. En die hebben natuurlijk allemaal een eigen zeg. De een wil dit, de ander wil dat. En eigenlijk is het dan jouw taak om vervolgens al die partijen bij elkaar te brengen. En eigenlijk ze met elkaar te verbinden, zodat je ook overeenkomsten hebt over wat er gaat gebeuren. Nou, door onze integrale denkwijze kunnen we langsgaan bij gemeentes en buurtbewoners met boekjes zoals dit. Om te laten zien en mensen ervan te overtuigen dat de toepassingen heel goed zijn op het vlak van biodiversiteit en duurzaamheid. Om de overtuigingskracht van het product te vergroten, hebben de studenten de oplossingen slim samengevat in slogans die aansluiten bij de belevingswereld van bewoners van Spoorwijk in Den Haag. Bij biodiversiteit beesten voor weinig is nooit zagrijnig. En samen doen in educatie is, hè, wat? Voedsel doe eens gek en ga warmen voeren. En sport en spel, ik kom eens van die bank af. En moeten, heel simpel, een bakkie. Dan gaan we nu door met de genomineerden van het HBO. De genomineerden zijn Ronald Berk, Sander Akkermans, Lex Visser en Nona Speur van Hogeschool in Holland. Met het Tata Eiland, drijvend op energieproject.
Roy Domen, Leonie Puhe en Benjamin van Leeuwen van de Has Hogeschool met economisch renderende voedselbossen. Bas de Jong, Eline van den Borg en Jordin Bijstra van een hogeschool in Holland met de user interface voor smooth traffic management. Goedendag, mijn naam is Ronald Bert. Ik ben dus ex-student aan de hogeschool in Holland, die achter mij ligt. En samen met de studenten Nona Speur, Lex en Sander hebben wij het project Drijft op Energie gemaakt voor Tata Steel IJmuiden. Ja, als we kijken naar het uiteindelijk opgeleverde ontwerp wat we hebben gemaakt, dan staan drie thema's zoals eerder gezegd staan centraal. Eigenlijk de huisvesting van mensen die willen werken aan windturbines en het hele geheel willen onderhouden. En de mogelijkheden om ook de turbines aan te sluiten. Het energievraagstuk van hoe kunnen we de energie die uiteindelijk van de windturbines naar het eiland komt en de energie die van Tata Steel naar het eiland komt zo goed mogelijk het eiland neerzetten en de uitwisseling tussen die twee stromen voor gereed krijgen. En ook tot slot hoe kunnen we het eiland duurzaam en toeristisch attractief maken. Het innovatieve kracht van ons project is eigenlijk gedefinieerd doordat heel veel stromen bij elkaar kwamen. We hebben een eiland ontworpen waar we eigenlijk een totale nul situatie hadden, waardoor we de mogelijkheid hadden om iets te proberen volledig zelfvoorzienend en duurzaam te maken. En daarbij zijn heel veel stromen eigenlijk bij elkaar gekomen. Denk aan energie, voedsel, water. Eigenlijk al die stromen hebben wij geprobeerd in één project te combineren om daar ook een integraal geheel van te maken. Ons project heeft voor impact in het onderwijs gezorgd als het ware dat we een nieuwe denkwijze konden implementeren. Omdat we tegenwoordig steeds meer in het werkveld en bij het overheidsleven zien met de transitie naar de revisie dat we allemaal integraal moeten denken. Als we de wereld willen verduurzamen, betekent dat we meerdere stromen en meerdere paden moeten denken. En dat niet meer alles los van elkaar staat, maar dingen samen met elkaar gaan. Tot slot hebben we voor het stukje energie hebben we ook nog een valmeer gemaakt. Dat is eigenlijk dit meer. En dat werkt eigenlijk als een soort intern stuwmeer. Je moet als het ware rekenen, dit eiland ligt ongeveer 1 meter boven NAP en de zeebodem is ongeveer 50 meter diep. Dus als we water vanuit de zee hierin kunnen pompen, krijgen we een hele diepe kuil. En door die te vullen en dat aansluiten op de turbine, kunnen we dus ook effectief eigenlijk energie opwekken. En als de windturbines op zee, als ik straks meer energie produceren als dat wij in Nederland gebruiken, kunnen die worden gebruikt eigenlijk om het meer weer leeg te pompen. En als we een tekort hebben, kunnen we het gebruiken om energie op te wekken. Zodat we ook het net in Nederland ook kunnen stabiliseren via het eiland. Het motto van ons project is drijven tot integraliteit en innovatie. Hi, my name is Robert. Hi, my name is Benjamin. And my name is Leonie. Okay, so when we have started the project, first of all, we didn't really know how a food forest looks like and we haven't really seen that many systems. But we started to talk to a lot of people and we see that every approach is different. So that made it extremely interesting and extremely dynamic. It's innovative because they are looking also, projects are looking at the social side. They are trying to integrate the community into a food forest system. And in that sense, they are actually addressing current trends that are occurring in our landscape. Besides that, a food forest as such a model is innovative. We also have, we've seen in our project that we made an approach which is innovative as well. We made an approach in which a food forest and other new agricultural methods became comparable to the old ones. So a food forest, it's innovative as it's a whole system transition, and it's not just a micro innovation based on the same system, based on the same traditions, but it's a whole different approach, a whole different way of thinking about our food production. We took a really broad approach to value and what is value, and not only seeing the direct monetary value, but also the other values such as ecological value, individual value, and social value. So if we look into the future,
Firstly, we see that our two case studies, the Food Forest of Schijndel and the Food Forest by Stichting Veen, are getting real. So in a couple of years, these projects will really be there. So we see potentials for farmers to expand their farm with Food Forest. We hope and we think that in future, in a couple of 10, a couple of 20 years, a lot of farmers will have started it. Hi, my name is Roy. Hi, my name is Benjamin. And my name is Leonie. And we are excited about the future of Food Forest. Bij de opleiding Landscape and Environment Management. En ik heb samen met Eline een project gedaan in mijn vierde jaar. Ja, ik ben Eline van den Borg, 21 jaar. Ik heb de opleiding Landscape and Environment Management afgerond in juli en ik werk nu als jong professional. En samen met Sebastiaan de Jong hebben wij het project Smooth Traffic Management gedaan in opdracht van Amthea Group. Smooth Traffic Management is een erg groot en breed project. En ons onderdeel was om te kijken hoe automobilisten ook daadwerkelijk gestimuleerd kunnen worden om de omgevingsbewuste route te gebruiken. En dit hebben we onder andere gedaan door de beïnvloedingstechnieken van nudging en gamification toe te passen. Smooth Traffic Management is een navigatiesysteem ontworpen die niet alleen naar de kortste en de snelste route kijkt, maar ook naar de omgevingsbewuste route. En dit omdat het autoverkeer steeds meer toeneemt, de economie die trekt aan en er is een duurzaamheidstrend in gang. En het is belangrijk om daarop in te spelen door aan je navigatie een omgevingsbewuste route toe te voegen. Ons eindresultaat is uitgebreid en omvat verschillende aspecten. Een van de eindresultaten is dat het navigatiesysteem, ook wel de user interface, aan te passen is per type gebruiker. Dit werd gerealiseerd aan de hand van een doelgroepcode, die onder andere let op rijervaring en rijmotief. De feedback die wij hebben gecreëerd is eigenlijk dat je voorheen kon je alleen maar kiezen tussen de kortste route en de snelste route binnen een navigatiesysteem. En nu kan je ook kiezen voor de omgevingsbewuste route. En eigenlijk was die optie bij de nu meest gebruikte navigatiesystemen was die er nog niet. Dus in die zin hebben wij voor innovatie gezorgd binnen het werkveld. Ik heb geleerd om breder te kijken naar verschillende aspecten zoals duurzaamheid. Het is belangrijk om naar de wereld om je heen te kijken, om te kijken wat er speelt en daar ook tijdig op in te spelen. En daarbij is het ook belangrijk om een stap meer te zetten om net iets meer op te vallen binnen het werkveld. Smooth Traffic Management. Het antwoord op omgevingsbewuste routes binnen navigatiesystemen. Dus denk aan uw omgeving en kies omgeving bewust.